In deze video gaan we kijken naar Bink Forward, een product van Bink, waarbij je je geld kunt laten beleggen vaak ook wel beheerd beleggen genoemd. We gaan kijken naar enkele kenmerken van dit product of deze dienst. En we kijken ook naar voordelen en nadelen hiervan. Vervolgens kijken ik ook naar mijn eigen portefeuille. Want ik ben inmiddels bijna drie jaar klant bij Bing Forward. En ik zal ook vertellen over mijn eigen ervaringen. Maar in ieder geval, als je mijn portefeuille ziet, dan weet je een beetje hoe je het eruit ziet. Wat je kunt verwachten van dit product. En we sluiten deze video af met hoe je nou zelf kunt beginnen met Bing Forward. Mocht je nou geïnteresseerd zijn geraakt in dit product tijdens deze video. Nou, al die informatie krijg je dus in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week twee videos. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus mocht dat onderwerpen zijn die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien, klik dan hieronder op de rode knop om je te abonneren. Dan mis je nooit meer een video. Maar in deze video gaan we ons dus richten op Bing Forward. En alle besproken links of informatie in deze video kun je trouwens ook onder de video rustig teruglezen op een later moment. Dan gaan we natuurlijk beginnen met als eerste: wat is nou Bing Forward? Nou, zoals gezegd, is Bing Forward. Dus een van de producten die Bink aanbiedt. Bink is waarschijnlijk wel een bekende naam in de beleggerswereld, mocht je daar een bekend in zijn. En dit is dus een vorm van beheerbeleggen of wat zij noemen laten beleggen. En dit betekent dat je gewoon maandelijks bijvoorbeeld geld overmaakt naar hun, dat je daar je eigen rekening hebt en dat ze vervolgens het geld voor jou beleggen. Dus jij hoeft niet zelf te kiezen welke aandelen je koopt of hoe je jouw spreiding wilt houden en bij wilt houden. Dat wordt allemaal geregeld voor jou binnen dit product. Dit zorgt ervoor dat het een heel erg aantrekkelijk product is voor de beginners die willen beginnen met beleggen omdat is dus heel veel dingen uh, voor jou geregeld worden het is eigenlijk dus simpel en makkelijk om hiermee te beginnen en dit heeft er onder andere mee te maken dat wanneer jij dus een account hier aanmaakt je enkele vragen worden gesteld die beantwoord je dan en op basis daarvan wordt er een plan voor jou gemaakt wat aansluit bij jouw wensen en dit zorgt er eigenlijk meteen voor dat je als je geld inlegt een spreiding uh, krijgt want ze gaan zoals gezegd beleggen volgens jouw eigen plan wat je dus op dat moment hebt ingesteld daarnaast heeft het product natuurlijk Relatief best wel lage kosten. Zeker als je ziet dat hun het eigenlijk nog voor jou doen het meeste werk. En je hebt dus uiteindelijk ook een portefeuille op maat. Want zoals gezegd, met die spreiding hangt ook samen dat er een plan is gemaakt. En dus heb je eigenlijk een portefeuille opgebouwd die precies voldoet aan jouw eisen. En juist omdat je je inleg kunt automatiseren door een automatische overboeking bijvoorbeeld, kun je ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld maandelijks automatisch je geld belegd wordt, ook nog eens volgens de verdeling die je van tevoren hebt opgesteld. Dus mocht je het eigenlijk eenmaal in hebben gesteld, dan heb je daarna de rand geen werk meer bij en wordt dus de hele belegging uit handen genomen, want zoals gezegd, het is beheerbeleggen of laten beleggen. Zij doen uiteindelijk al het werk voor jou. Dit klinkt natuurlijk allemaal heel erg interessant, maar er zijn natuurlijk ook bij dit product voordelen en nadelen die ik wil bespreken. Gelukkig zijn de voordelen er meer dan dat er nadelen zijn. Dus laten we beginnen met de voordelen. En het eerste voordeel is dat je eigenlijk direct een plan hebt. Want, zoals gezegd, als je een account aanmaakt, dan gaan ze bijvoorbeeld vragen stellen over hoe lang jij wilt beleggen, voor welke tijd, hoe oud je bent, voor welk doel je eigenlijk een belegger bent. En op basis daarvan zorgen ze dus dat er een plan wordt gemaakt dat de. Percentage aandelen wat je bij jou past, of hoeveel risico jij bereid bent om te nemen. En op basis daarvan maken ze dus een plan. Je hoeft er zelf weinig tijd in te steken, eigenlijk door simpelweg een stuk of vijf of tien vragen te beantwoorden. Wordt dit plan voor jou opgesteld? En dit kun je dus gebruiken vervolgens de rest van de tijd. Automatisch heb je dan ook een doel waar je naartoe werkt, want zoals gezegd, in dit plan wordt verwerkt waar je voor jij bijvoorbeeld bezig bent. Wil je voor je pensioen? Wil je voor een vakantie? Noem het maar op. Over vijf of over twintig jaar. In ieder geval, dat wordt gevraagd en dat stel je dan ook in. Dat kun je natuurlijk naderhand nog wel veranderen. Maar je hebt in ieder geval een doel om naartoe te werken. En zo kun je ook kijken dat maandelijks wanneer je investeringen doet en rendementen maakt, hoe dichter je bij het doel komt natuurlijk waar je uiteindelijk naartoe aan het werken bent. Daarnaast kun je ook nog de inleg dus automatiseren door elke maand Automatisch bij jouw bank instellen dat er een overboeking wordt gedaan. Na jouw rekening bij Bink. Kun je dus ervoor zorgen dat je elke maand op dezelfde dag een bepaalde inleg hebt. Zodat je er uiteindelijk, als je het eenmaal in hebt gesteld, verder niet meer naar hoeft om te kijken eigenlijk. En dat dus elke maand dit wordt herhaald. En het fijne aan Bing Fort is dat de gehele inleg ook wordt belegd. Want in tegenstelling tot bijvoorbeeld losse aandelen. Wanneer je dan bijvoorbeeld 250 euro zou inleggen. En je bent voor een indexfonds aan het kijken wat 100 euro per aandeel kost kun je van die 250 euro maar twee aandelen van 100 euro kopen, waardoor je die maand dus eigenlijk 50 euro overhoudt, wat je dus op gaat sparen, misschien om de volgende maand te gebruiken. Nou, bij Bing Forward zorgt dat ervoor dat ze de gehele 250 euro in dit geval dan in dit voorbeeld, gehelemaal gaan beleggen eigenlijk, en dat je dus eigenlijk je rendement kunt optimaliseren hierbij. Een ander groot voordeel is dat je geen minimum hebt om te beginnen, want wat je ooit ziet, zoals bij Evi, waar het minimum 1000 euro is, of bij Bink Select, een ander product van Bink, waar het minimum 5000 euro is, heb je hier geen minimumbedrag nodig en kun je dus eigenlijk al vanaf 50 euro bijvoorbeeld beginnen. Dit maakt natuurlijk ja, de drempel een stuk lager en is dus veel makkelijker om te beginnen met beleggen. En zoals gezegd heb je ook nog automatische spreiding, want het plan heb je vooraf opgesteld. En volgens dat plan wordt automatisch het geld eigenlijk verspreid, een, een verdeling gemaakt. Afhankelijk van je risico wordt bijvoorbeeld 95% in aandelen gedaan. Misschien een stukje vastgoed, obligaties. En ook vaak hoe dichter je bij je doel komt, wordt het risico afgebouwd. Dus stel dat je nog 10 jaar te gaan hebt, dan wordt het naar 80% aandelen gedaan. Bij je 5 jaar verwijderd van je doel gaat het misschien wel naar 50% aandelen. En zorgt er dus voor dat je rendement ook misschien wel iets minder wordt maar ook het risico uh, eigenlijk afneemt en juist dus kapitaal behoudt veel belangrijker wordt naarmate je het einddoel bereikt en dit wordt dus allemaal automatisch voor je gedaan dit hoef je niet zelf te doen dus je hoeft zelf niet in de gaten te houden van hoeveel jaar heb ik nog welke verhouding wil ik aannemen nee, dit wordt allemaal afhankelijk van jouw plan wat je op hebt gesteld wordt het automatisch voor je bijgehouden en als we gaan kijken naar de rendementen van de laatste tijd, van de laatste drie jaar, zien we dat we best wel goede rendementen hebben gemaakt. Zeker wanneer je een hoger risicoprofiel aanneemt. Wat voor de meeste mensen, denk ik, van mijn kanaal van toepassing is. Omdat ze vaak nog jong zijn. En dus nog een enorme tijd hebben. Misschien wel 30, 40 jaar tot aan zijn pensioenleeftijd. Dus dan heb je. De mogelijkheid om meer risico te nemen en dus ook meer rendement te maken. En we zien dat dit de laatste jaren best goed is gegaan, de rendementen. Ook wanneer je trouwens iets minder risico neemt, zie je nog steeds mooie rendementen terugkomen. En al met al zorgt het natuurlijk voor dat het begin, om te beginnen met beleggen, heel erg makkelijk is. Je kunt op deze manier alvast geld inleggen wat geheel wordt geïnvesteerd of belegd, dus optimaal rendement kunt maken, terwijl je zelf nog bijleert, dus misschien ben je nieuw op dit kanaal en kun je toch al op deze manier, zonder al te veel kennis, hebben, toch al optimaal ja, profiteren eigenlijk van rendementen die je kunt maken, omdat zij beleggen voor jou. En naarmate je meer leert, kun je bijvoorbeeld verkiezen om zelf te gaan beleggen, bijvoorbeeld via Bing of uh, via FedEx, dat je zelf keuzes maakt. Maar ook ik heb inmiddels uh, best wel veel kennis opgedaan de laatste jaren en toch houd ik nog steeds mijn positie bij Bing Forward aan. Ten eerste omdat het makkelijk is en ten en tweede, omdat eigenlijk alles geautomatiseerd is en de rentementen zijn ook nog eens prima. En dit klinkt natuurlijk allemaal heel erg geweldig, maar er zijn natuurlijk vast ook al nadelen te noemen. En dat is natuurlijk ook bij dit product zo. Maar eigenlijk is er maar één nadeel wat ik kan vinden eigenlijk en dat zijn de kosten. En dan vallen die kosten eigenlijk nog wel mee met 0,76% per jaar. Zeker als je het vergelijkt met andere aanbieders die ook beheerd beleggen doen. Dus ook wat zij jou... Legging eigenlijk beheren voor jou. Dan vallen deze kosten met 0,76% op zich nog wel mee. Maar het is natuurlijk altijd meer wanneer je het zelf zou doen. Want wanneer je ervoor zou kiezen om alles zelf te doen en indexfondsen te kopen, heb je natuurlijk lagere kosten omdat je, zoals gezegd, het meeste werk zelf doet. In zo'n geval zouden de kosten ongeveer halveren. Maar, zoals gezegd, als je dan een aandeel koopt voor 100 euro, of eigenlijk 2, en hou je dus 50 euro over wanneer je twee, 250 euro inlegt, Benut je dus niet je volledige rendement wanneer dat in dit geval dus wel het geval is. Maar deze kosten worden natuurlijk gemaakt omdat ook Bink geld moet verdienen. En dit is natuurlijk voor de service die ze aanbieden vragen ze een vergoeding voor. Nou, dat is in de vorm van een percentage dus. Dan is het voor jezelf de vraag van vind ik het dat waard? Zoals gezegd, vaak voor beginners is het zeker aan te raden. Misschien naarmate je meer doet kun je ook een gedeelte van je inleg zelf gaan beheren. Maar ik denk zeker dat het een goede basis is. Welke service bieden zij dan aan voor deze kosten? Oftewel, wat is Bing Forward en hoe ziet het eruit? Nou, dat kan ik jullie het best laten zien op de computer. Er even in te loggen in mijn account. Dus laten we snel even overstappen. Oké, okay, dan zijn we nu dus aangekomen op de computer. En dit is trouwens een nieuwe opstelling, die ik binnenkort waarschijnlijk ook wil gebruiken voor de livestreams. Dus als je opmerkingen hierover hebben of het goed is of je nog dingen veranderd ziet worden liever even onder de video in de reacties achterlaten maar op deze manier kan ik dus mijn scherm delen en laten we daarom meteen mee beginnen uh, dit is eigenlijk het dashboard wat je te zien krijgt op het moment dat je dus inlogt bij uh, in dit geval bing bank en je ziet dan in dit overzicht eigenlijk direct bing forward mijn uh, doel en dat is het één doel wat ik heb is een belegging ooit ingesteld op 25.000 euro inmiddels dus uh, iets boven de 13.000 euro waard je ziet hoe lang ik nog te gaan heb, 29 jaar. Uh, en dat ik offensief als risicoprofiel heb. Dus dat betekent dat ik uh, veel aandelen heb relatief gezien. Of procentueel gezien. Mocht je nou een eigen doel willen aanmaken, dan kan dat hier rechtsboven in de hoek. Uh, je kunt dan verschillende categorieën kiezen zoals gezegd. Vermogen, huis, kinderen, noem het allemaal op. En afhankelijk van welke dingen je kiest en de volgstappen wat je invult... wordt er dan een doel voor jou aangemaakt. En dat zal je dan ook weer in dit overzicht uh, weer zien... Nou, dit overzicht geeft u dus eigenlijk snel weer hoe het met jouw doel gaat. En hier rechts zie je dus een grafiek vanaf het begin. Zoals gezegd, oktober 2016 begonnen. Uh, toen nog een maand en vrij snel is al uh, geld bijgestort zelfs. Misschien zelfs al meer dan 2000 euro. En de laatste tijd, hier zat het wat tegen rond, zoals vaker gezegd, december vorig jaar. Um, wil je nou meer informatie zien, dan zie je hier de recente activiteiten. Dus er zijn vaak stortingen die zijn gedaan of er wordt geherbalanceerd. Wat dus wil zeggen dat eigenlijk de verdeling die je van tevoren aan hebt gegeven, dat daar door stortingen of door koersverschillen een verschil is ontstaan. En dan wordt het weer geherbalanceerd om in de buurt te komen van hoe jij het graag had gezien. Nou, je kunt hier rechtsonder dan kiezen voor storten. Dus bijvoorbeeld de eerste keer dat je um, iets gaat doen, dan krijg je een overzicht te zien. Dan staat dan onder het doel wat je hebt. Dus dat is de omschrijving die je geeft aan de, aan de overboeking eigenlijk bij je bank. Je kunt dan ook zien wat je in moet stellen. Noem het allemaal maar op. Dat staat in deze overzicht eigenlijk. En hier kun je eigenlijk ook alles vinden om het te automatiseren. Dus als je eenmaal in plaats van een eenmalige storting wat je hier links kunt doen via Ideal bijvoorbeeld. Kan je er ook voor kiezen dan om juist. Dus maandelijks dingen in te over te maken. En die instellingen vind je dus hier. Uh, wat voor ons ook interessanter is. En wat ik eigenlijk wil laten zien in dit gedeelte. zijn de details. Want wat krijg je nou eigenlijk te zien. op het moment dat je dus, op het moment dat je dus bezig bent met. Uh, met Bink Forward in dit geval. Nou, je ziet dus eigenlijk alles bovenin nog staan. Je doel. Je risico. Je initiële investering dus. En hoeveel je maandelijks inlegt. Zoals gezegd. Ik heb 300 euro in de maand. Je ziet hier vervolgens. hoe de waarde zijn eigen ontwikkeld. Dan zie je die blauwe lijn, dat zijn telkens mijn storting elke maand. En die groene lijn is dus de waarde op dit moment. En die zit dus nog steeds boven die blauwe lijn. En dat is dus goed. Gaan we iets verder naar beneden, dan komen we deze informatie ook nog tegen. Alleen dan in grafiek of tabellen. Um, hier zie je mijn verdeling zoals gezegd. Um, ik heb best wel risico offensief. Dus ik heb een groot gedeelte in aandelen zitten, dus 85%. Maar ook obligaties heb ik 4%, vastgoed 5%. En ook nog kortlopende obligaties, maar 5,5% en zo is dus mijn verdeling. Hier rechts zie je dan trouwens de rendementen die je de laatste tijd hebt gemaakt. Dus eigenlijk alles tot en met een maand geleden ging wat minder, zonder in de min. Maar zes maanden geleden, in de laatste zes maanden zo moet ik het eigenlijk zeggen, 3,5%, de laatste 12 maanden 3,7%. En eigenlijk sinds mijn begindatum, dus heb ik 15% rendement gemaakt. Hier zie je ook nog een keer terug in de waardeontwikkeling en bedragen. Dus wat heb ik in principe ingelegd? Nou, 1260 euro. Het is nu 13.211 euro waard, oftewel 1150 euro winst gemaakt. Eigenlijk rendement. En ook, zoals gezegd, de kosten die ik maak. Zoals gezegd, had ik eerst 0,76. Maar hier zie je dus dat ik 0,7% kosten maak. En vervolgens kun je hieronder trouwens een overzicht zien van alles hoe eigenlijk. Op is gebouwd je portefeuille. Dus welke aandelen heb je. Je zie je vaak ook indexfondsen natuurlijk in zitten. Welke obligaties, welk vastgoed. En dit is natuurlijk ook een mooi leermoment. Dan ben je net begonnen met uh, beleggen, bijvoorbeeld. Dan kun je ook zien hoe Pink nou gaat beleggen voor jou. Je kunt kijken welke fondsen het zijn, uh, hoe, de, hoe de weging is, bijvoorbeeld, of welke rendementen ze maken. En bijvoorbeeld overwegen. Daar onderzoek naar te doen en daar zelf nog in te beleggen. Dus behalve dat het heel erg makkelijk is om te beleggen met Bing Forward, zie je ook heel erg veel informatie en is ook erg overzichtelijk, vind ik zelfs een van de betere overzichten die ik eigenlijk heb. En op die manier kun je dus ja, beginnen met Bing Forward en is het dus ook wel makkelijk om te beginnen. Duidelijk denk ik en zeker ook interessant om regelmatig dus in je dashboard in te loggen en te kijken hoe het nou met je portefeuille gaat. Tot zover dus mijn portefeuille. Het volgende onderdeel van deze video is hoe ik mijn ervaring is, hoe heb ik het beleefd het product zeg maar in de afgelopen tijd. Nou zoals je hebt kunnen zien ben ik ongeveer drie jaar geleden begonnen in oktober 2016 met eerst een kleine investering. Dit heb ik twee drie maanden gedaan en toen dacht ik van dit is wel een product wat bij me past. Terwijl ik meer een bijleren ben, kan ik op deze manier dus al rendementen maken. Al profiteren van de markt, zeg maar. En dus heb ik na drie maanden, voor, geloof ik, 2000 euro ongeveer bijgestort. Omdat ik in ieder geval een beter startkapitaal heb. En dus daarop meer rendement kan maken. En tegelijkertijd heb ik toen ook mijn maandbedrag veranderd naar 300 euro. dat elke maand op de tiende. wordt 300 euro van mijn rekening automatisch overgeschreven. En kan ik dus profiteren, wordt dat automatisch omgezet in beleggingen. En dat heb ik eigenlijk sinds die tijd nog steeds zo volgehouden. Ik heb het niet meer veranderd. En nu, dus, zeg maar drie jaar later. Later bijna heb ik nog steeds dat er 300 euro per maand automatisch wordt overgeschreven en belegd voor mij, zoals je net ook al hebt kunnen zien in het overzicht van mijn portefeuille. Heb ik de laatste tijd best wel goede rendementen gehaald. Ten eerste omdat een groot gedeelte in aandelen zit en de markt het gewoon goed doet, maar ook ondanks die spreiding ben ik nog zeer tevreden over mijn rendementen. En dat is dan ook een van de redenen dat ik, ondanks dat ik mijn kennis eigenlijk heb uitgebreid de laatste jaren, nog steeds klant ben bij Bing Forward. Zoals gezegd, eigenlijk juist vanwege het gemak, de best wel goede rendementen. En de kosten die op zich best wel meevallen. Maar nou, al met al ben ik er best tevreden over en is de reden. Om dus nog steeds klant te blijven. En dat zijn denk ik ook redenen die voor jou misschien wel belangrijk zijn. En dus is het ook wel een product dat ik aan kan raden aan mijn kijkers. Zeker aan mensen die willen beginnen. Of misschien mensen die iets meer spreiding willen doen. Want dat is ook een van de redenen dat ik er nog steeds aan hou. Op deze manier heb ik ook nog een gedeelte in obligaties. En in vastgoed zitten bijvoorbeeld. Dus het zorgt ook voor wat meer spreiding eigenlijk over mijn al mijn portefeuilles heen zeg maar. En al die dingen samen zorgen dus voor dat het een product is wat ik aan wil raden. En dat is eigenlijk ook de reden dat ik deze video maak. Nou mocht je nou denken dit is inderdaad ook iets wat mij aanraadt. Aanspreekt. En je vraagt jezelf af hoe kan ik nou beginnen met Bing Forward? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Onder deze video vind je een link naar Bing Forward, dan kom je meteen op de juiste pagina uit. En dan raad ik altijd aan om nog even die pagina te lezen. Te kijken naar de informatie die er staat, de voordelen die er zijn, de risico's die er ook aan verbonden zijn. En als je dan denkt, van ja, dit is inderdaad een product wat bij mij past, om dan een rekening te openen. En dan is het eigenlijk heel erg simpel door gewoon enkele stappen te volgen tijdens deze aanmelding. Je vult je gegevens in. Dan worden ook die vragen gesteld. En op basis van de antwoorden die je geeft, wordt er een plan of een profiel bij jou gemaakt. Wat je kunt gebruiken voor je beleggingen. En het enige dat dan nog overblijft, is om de eerste keer dus geld over te maken. Die informatie vind je dan op je profiel. Je kunt daar ook natuurlijk. Zoals gezegd, maandelijks instellen dat automatisch geld wordt overgemaakt. Dus als je dat eenmaal hebt ingesteld, dan is het eigenlijk geen moeite meer wat je hoeft te doen. Af en toe log je nog een keer in om te kijken hoe het gaat met je beleggingen. Maar zeker omdat het dus voor de lange termijn is, hoef je eigenlijk alleen maar een keer in te loggen. De overboekingen worden automatisch gedaan en worden dus automatisch belegd voor je. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat je het interessant hebt gevonden en misschien ook zelfs wel nuttig. Misschien denk je van inderdaad, dit is een product van mij en zoals gezegd, alle informatie vind je trouwens onder deze video terug. Vond je nou een leuke video, geef even een duimpje omhoog. Vond je wat minder, geef een duimpje omlaag. En laat in ieder geval onder de video weten in de reacties wat je goed vond, wat je minder goed vond, dat ik dat mee kan nemen naar de volgende video. Ook als je nog vragen of opmerkingen hebt, kun je natuurlijk onder de video weer reactie achterlaten of je vindt daar een link naar onze Discord-chat. Over dit soort onderwerpen praten en je bent nog steeds aan het kijken, dus het is waarschijnlijk is het een interessante video geweest. Zoals gezegd, maak ik elke week twee video's over persoonlijke financiën, investeren, beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien? Abonneer je dan hieronder op het kanaal. Dan mis je nooit meer een video, zeker als je het bel-icoontje aanklikt en dan zie ik je graag terug in de volgende video.